Dit is de Guido Gezellelaan in Bergen op Zoom. Een gewone straat met gewone woningen. Je verwacht er eigenlijk geen winkels. En toch, een beetje verstopt tussen de huizen, heeft een juwelier zijn bedrijf. Het is geen gewone juwelier, maar een soort speciaalzaak. Want hij ontwerpt sieraden en maakt gouden ringen. Als hij op die zaterdagochtend 15 juni om 7:15 de zaak heeft geopend, gaat het helemaal fout. Plotseling staan er 4 gewapende mannen in de winkel. Hij wordt vastgebonden, bedreigd met een pistool en moet goud en sieraden afgeven. De overvallers nemen een enorme hoeveelheid mee in meerdere tassen. Maar niet alleen maar echt goud, ook zogenoemde dummies. Dat zijn nepsieraden die veel minder waard zijn. Ze worden vaak door juweliers in hun vitrines gebruikt. Ook deze juwelier had veel dummies en waarschijnlijk hadden deze overvallers niet veel verstand van sieraden en konden ze het onderscheid niet goed maken tussen echt en nep. Ze hebben dan ook heel veel spullen meegenomen die niet veel waard waren. En ondanks dat beloopt de totale schade in de tonnen. Alle 4 waren ze in het zwart en het gekke is dat er maar 1 dader met een zware tas op de vlucht is gezien. De andere 3 leken wel van de aardbodem verdwenen. Dat doet vermoeden dat ze de omgeving misschien wel goed kennen. De dader die wel is gezien, liep vanuit de richting van de Antwerpse straat weg naar de Guido Gezellelaan. Daar sprak hij kort met een man en liep toen samen met hem weg. Geen uitgebreide signalementen van de 4 overvallers. Wel iets opvallends. 1 van de 4 leek namelijk wel heel erg jong, een jaar of 15, 16. Verder waren hun kleren vies en ze stonken. 1 van de daders droeg een spijkerbroek met groen-zwarte vegen, alsof die in de tuin had gewerkt. De Guido Gezellelaan is best druk, ook op zaterdagochtend. Dus de kans dat iemand hier heeft gereden en toen een dader of daders heeft gezien is best groot. En daarom willen we graag iedereen spreken die hier toen in de buurt was en zich iets bijzonders herinnert. Heel ver kunnen ze niet zijn gelopen met al die zware tassen. Wie heeft iets gezien in de omgeving van de Guido Gezellelaan? Zijn ze in een auto gestapt? 1 of meerdere mannen, allemaal in het zwart gekleed, met zware tassen. Dat wat ze hebben gestolen zullen ze niet zelf willen houden. Maar een grote partij sieraden die ergens te koop wordt aangeboden, dat moet opvallen. Dus als er opkopers zijn of collega-juweliers of wie dan ook die dit iets zegt, laat het ons dan weten. En het gaat vooral om ringen, armbanden, oorbellen en halskettingen. De eigenaar leeft tot op de dag van vandaag met de gevolgen van deze overval. En sinds die dag, zaterdag 15 juni, heeft hij alleen nog maar dummies in de vitrines. Alle informatie en meer foto's van sieraden kunt u nog eens bekijken op onze website. Zegt het groepje van 4 donker geklede mannen u iets, waarvan er 1 misschien nog maar een jaar of 15, 16 is? Laat het weten via de tiplijn of anoniem via M. En ook kunt u vertrouwelijk uw informatie met iemand van de criminele inlichtingeneenheid delen. 079-345-8999.